Mijn naam is Bas van der Goor. Ik ben 44 jaar. Ik heb 16 jaar gevolleybald. 2 keer Olympische Spelen meegemaakt. Ik heb zelf diabetes type 1. Tegenwoordig directeur van de Bas van der Goor Foundation. Een stichting die zich bezighoudt om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. En wij denken dat sport het middel is om meer controle te krijgen. Wat wij met de stichting doen is het organiseren van activiteiten om ervaringen en informatie en ook al een beetje energie en inspiratie te delen tussen mensen met diabetes en hun zorgverleners en hun sociale omgeving. Om die manier beter om te kunnen gaan met jouw leven met diabetes. En met 1 miljoen mensen met diabetes en nog 1,5 miljoen mensen met een verhoogde kans op diabetes, zit je toch al op 1 op 6 mensen in Nederland die of diabetes hebben of een verhoogde kans op het ontwikkelen. En als je dan weet dat sport een enorme goede bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van deze mensen, ja, dan vind ik wel dat we daar moeten kijken of we dat wat meer kunnen inbouwen in de reguliere zorg. De droom die ik heb met de stichting is om ervoor te zorgen dat heel veel mensen precies weten wat zij kunnen met diabetes en dat zij hun dromen niet aan de kant zetten omdat ze diabetes krijgen. Op het moment dat je diabetes krijgt, dat betekent dat je een extra aandachtspunt hebt. Als jij de marathon wil lopen, dan moet jij goede schoenen hebben, een goed trainingsprogramma, goed eten, weten welke kant je op moet lopen. En als je diabetes hebt, moet je ook nog een 5e dingetje doen en dat is zorgen dat je goede bloedsuikers hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet een marathon kunt lopen. Ik loop er binnenkort ook eentje en daar moet ik hard voor trainen en ook zorgen dat mijn bloedsuikers goed zijn. En ja, ik zou het heel erg mooi vinden als ik andere mensen hun dromen kan laten waarmaken. Dat in principe diabetes zich aanpast aan hen en niet zij aan hun diabetes.